opvoeden is meer dan alleen kinderen leren u, jij, tante en oom en je rommel achter je opruimen. Opvoeden heeft ook te maken met wat doe ik met de wereld? Hoe ga ik ermee om? Is ook onze taak als ouder, verzorger, om aan onze kinderen te zeggen, gooi het niet op straat, doe het in de prullenbak, zorg dat je het nog een keer kan gebruiken. En we hebben nu als mooi symbool, waar we straks met de kinderen mee op pad gaan, deze wereldbol die achter me staat. Die wereldbol is nu nog voor hun te tillen. Kinderen van 5, 6 kunnen deze wereldbol tillen. Maar als we doorgaan met wat we nu aan het doen zijn, dan gaan hun kinderen het waarschijnlijk niet meer kunnen tillen, omdat die aarde zo zwaar en vervuild is. Dus dit is eigenlijk een boodschap naar de volwassenen. Zie je hoe ze lopen, hoe prettig, hoe mooi het is, die aarde? Laten we ons ongelooflijke beste voor doen om het zo te houden. Gaan jullie dit elke dag doen? Elke dag van school tot school? Ja, we gaan tot 19 maart gaan we elke dag deze bal overgeven aan de andere school. Op het Gladiolenplein is nu de Petunia school die wacht om deze bal over te nemen. Het is heel symbolisch. We dragen het aan alle kinderen op. We dragen het aan alle kinderen over. Om te vragen aan hun ouders en hun oma's en hun tantes, alsjeblieft. Laat het een bal zijn die ze kunnen dragen. Laat deze aarde niet te zwaar worden. 1, 2, 3.